Dag lieve tweelingzielen en welkom bij deze video die gaat over de nieuwe maan in het otterseizoen. Het otterseizoen is het seizoen van de waterman, van het sterrenbeeld waterman. Nou, met het medicinaal jaarprogramma wat ik geef, wat iedere lente opnieuw begint. In 2023 begint het op 21 maart. Leer je meer van mij over de totemdieren. Dus geboortetotemdier otter, waar staat dit seizoen nou voor en wat gebeurt er eigenlijk dan tussen de tweelingzielen? Wat gebeurt er in de natuur? Want het medicinaal jaarprogramma richt zich op de hereniging met jouw tweelingziel. En dat betekent dat het daarvoor belangrijk is dat je jezelf beter leert kennen. Dat je je zielsmissie meer leert herkennen. Waarom ben je hier? Wat kom je brengen? Wat heb je nog te helen binnen in jezelf? Native Amerikaanse rituelen doen we daarvoor. Zodat jij in harmonie kunt raken met jouw tweelingziel. En zoals jij dat van binnen manifesteert, manifesteert zich dat ook van buiten. Nou, voor degene die mij niet kennen, dat was al even een introductie. Mijn naam is Avalon en ik ga onder de naam Avalon Shamaan. Ik begeleid de shamanistische reizen, de baarmoederinwijdingen die ik geef en de baarmoederzegeningen die ik geef. Daar zit het medicinaal jaarprogramma vol mee, energietransmissies om jou echt tot ontwaken te brengen. Begeleid ik onder de naam Itua. En Itua is echt mijn ziel vanuit een vorig leven. Nou, dit is ook echt kenmerkend voor het otterseizoen. Voordat ik verder ga, open ik even mijn messa. Dat is mijn medicijnbundel. Dat is mijn kleed met touwtjes. Zo kun je het ook noemen. Mijn kleurig kleed met touwtjes. Daar zitten mijn koeja's in. Mijn medicijnstenen. Dit zijn mijn medicijnstenen. Deze is bijvoorbeeld voor mijn hartchakra. En daarmee, volgens mij zit deze een beetje strak. Ja, je krijgt amper lucht. En daarmee maak ik verbinding met de andere wereld, met de spirit dimensie. Nou, wat is nu kenmerkend voor het otterseizoen? Ik ga me eerst even verlossen van dit. Zo. Slapis lazuli. Nee, nog steeds te strak. Zo. Wat is kenmerkend voor het otterseizoen? Dat is dat we meer onze spirituele zelf de ruimte gaan geven. Jee, nee. Soms kan je zo in de verstikking zitten. En dan denk je bij jezelf, wat doe je jezelf aan? Wat doe je jezelf aan? En dat is ook een hele mooie brug na de nieuwe maan in het otterseizoen. Want wij zijn het zelf die de beslissing maken wat we toelaten in ons leven en waar we onze grens trekken. En daar gaat de Divine Masculine echt meer aandacht aan besteden in het otterseizoen. Daar is deze nieuwe maancyclus voor. Nou, voordat wij daar dieper induiken en ook in dat dit seizoen er echt voor is om meer jouw spirituele talenten te ontwikkelen. En echt meer erachter te komen wat je hier nu komt brengen. Wie je bent, wat bij jou past, waar je blij van wordt. Dat is allemaal onderdeel van jouw spirit. Dus jouw spirit is niet alleen maar, oh, ik leg verbinding, ik heb een lijntje met de kosmos. Jouw spirit is krachtige, positieve energie. En wanneer jij niet goed in verbinding bent met jouw spirit, dus jouw spirit niet goed weet te vinden, hebt gevonden, dan ga je heel erg door in hetzelfde verhaal. Ik heb wat frisse lucht nodig. Hier een raampje open. Ja, nou, we komen er wel, hè? Ik ben ook een beetje verkouden, merk ik. En dan merk ik dat ik wat meer dicht zet. En de ruimte schoonmaken. Met de Lore Ara. Papa Joy. Ja, taxi. Virakotje. Pacha Kamari. Ik weet nog niet of dit nou zo bevorderlijk is voor mijn ademhaling, hè? Jeetje. Het is wel zuiverende heilige rook. Oké, zo.
Nou, ik zal nog wel wat vaker naar adem snakken tijdens deze video. En dan kan ik mezelf, geef ik mezelf gewoon even de ruimte om even te zeggen, oké. Kom maar even bij jezelf. Zo, lieverds, daar ben ik weer. Poging nummer 2. Ik heb even een doekje omgedaan, want dan merk ik dat ik last van mijn longen heb. Dat het gewoon is. Ik ben vroeger altijd heel erg astmatig geweest. Dan had ik altijd van die puffers. Maar uiteindelijk heb ik mezelf zo dusdanig getraind en geheeld dat ik die niet meer hoefde te gebruiken. Echt puur ook gewoon van mijn geloof. Want je kunt dus met je eigen geloof je energieveld helen. Je energieveld versterken. En daar gebruik ik dus ook edelstenen voor. Dus ik heb eventjes in de tussentijd mijn rutielkwarts omgedaan. Samen met mijn unakiet. Mijn unakiet helpt me echt om meer mezelf te zijn. En gewoon mijn ware zelf te laten zien. Ook hoe ik me voel. Hè. Even niet lekker in mijn vel. Of juist helemaal... Zoals jullie wel van mij gewend zijn. Niet meer al langer volgen. En rutielkwarts helpt me heel erg. Ik doe hem snel weer terug. Om de druk op mijn borst te verlichten. Om me meer adem te geven. Dus even een moment voor mezelf genomen. Even rustig ademhalen. En dan merk je ook gewoon weer, nou, ik ben weer even terug. Mijn edelstenen doosje. Dus even kijken wat mij hierin roept ook. Oh, carniool roept mij. Oh, dat is ook heel mooi, ja. Carniool. Carniool. En deze ook. Sneeuwvlok obsidiaan. Oh, dat is mooi. Sneeuwvlok obsidiaan is echt voor het doorbreken van onze angsten. Maar vooral roept carniool mij. En carniool is echt om, wordt ook wel eens cornelijn genoemd, is echt om te aarden. Om goed te aarden. Om goed bij jezelf aanwezig te zijn. En dat is wat deze nieuwe maan in het otterseizoen mag brengen. Want het is de reinigingstijd. En de reinigingstijd is altijd... het middenmoment van de winter. Vlak voordat we dus weer onze wedergeboorte maken op het medicijnwiel. Hè, en echt weer voldoende energie hebben om erop uit te trekken. Om weer de bloemen die dus gaan bloeien weer. De zaadjes die uitkomen. En dan zegt carniool dus, iets waar ottermensen veel moeite mee hebben. Is je mag jouw ideeën mag je naar de grond brengen. Het is dus heel belangrijk dat je jouw... ideeën, hè, hoe jij dat ziet, dat je dat omzet in manifestaties. En dat gebeurt bij heel veel tweelingzielen niet. Nou, voordat we de heilige ruimte gaan openen, wil ik even iets vertellen over de baarmoederinwijding. Die plaatsvindt tijdens de nieuwe maan in het otterseizoen op 21 januari. Deze... Ik heb echt te maken omdat mijn neus dicht zit gewoon. Zo... Deze baarmoederinwijding, de 13e rite van de Moenaiki, reizen wij af naar Egypte. En gaan wij ons inwijden met Isis-energie. Nou echt, halleluja! Want die Isis-energie die zegt, we gaan die magie manifesteren hier op aarde. Dus we gaan echt terugkomen bij onze spirit. Weet je, dit is altijd. Dan doe ik dit om en ik heb het stikheet nou gewoon. Ik heb het stikheet. Wat moet ik nou? Ik zit altijd tussen twee werelden in. Ik was helemaal gek van mezelf. Dat zegt Isis niet. Dat zeg ik. Isis zegt, we gaan die magie manifesteren. En dat betekent dat we dus zelf ons gaan realiseren dat wij de creators zijn van ons eigen leven. En dat wij dus energie in werking kunnen zetten. Nou, wat ook heel erg belangrijk is tijdens deze shamanistische reis. Als ik het loodje leg, moet iemand me even reanimeren. Kom even naar de verder toe, want dan trek ik het niet meer. Moet je even mijn hart pompen zo en even in mijn mond plaatsen. En dan... Je dromen, je visies kunnen realiteit worden. Blijf je focussen en concentreren op dat wat je waarheid wil laten worden, zegt Isis. En daarvoor is het dus nodig om karmische koorden door te snijden. Dus dat gaan we doen. Ik was heel erg verbaasd, want ik was al op weg tijdens de shamanistische reis met ons te begeleiden door het Chakana heen, het heilige kruis van de Andes. Welk kruis ons altijd beschermt. En toen kwam aartsengel Michael tot mij. En aartsengel Michael die gaf echt heel sterk aan, er is een band nog bij de tweelingzielen die doorgesneden moet worden. Die ons ervan weerhoudt dat we dus die magie manifesteren in ons leven.
Nou, voor mij was dat dus overduidelijk een band met waarvan ik dacht, hè, dat zijn twee hele goede vrienden van mij die hier ook in Tindaya wonen. Helaas ging ik dus, doordat dat koord bij mij was doorgesneden, want ik hield natuurlijk altijd mee daarin, toen ik hem heb opgenomen, deze audio-opname. toen kreeg ik daarna echt allerlei dingen door dat ik dacht, wauw, dit is helemaal niet zo'n leuke relatie. Wauw, dit is helemaal niet zo positief en zo'n goede vriendschap als wat ik dacht dat het was. En dat zorgt ervoor, hè, dat we dus de waarheid gaan inzien. Maar dat we dus onze energie meer terug naar onszelf halen. Ik was echt super veel rekening aan het houden met die vrienden. En me de hele tijd aan het wegcijferen. En dat werkt dus niet voor het manifesteren van magie. En wil jij dus terug kunnen komen in je eigen godinnenkracht. Dan is het dus heel erg intens belangrijk dat je meereist naar Egypte op 21 januari. Nee. Dat je dus echt terugkomt in je eigen kracht. Wat is nu van jou aan energie en wat is van een ander? En wat daar dus ook mee te maken heeft, is ascensie. Serapis B bezoekt ons ook. Serapis B is een opgestegen meester en die zegt ascensie. Die zegt, jij bent hier als tweelingziel gekomen. Niet om steeds maar in dat cirkeltje mee te gaan van die aardse wereld. Niet om steeds maar weer, oh, ik heb nog meer zorgen. Ik heb nog meer zorgen. Ik heb nog meer zorgen. Nee, wij nemen echt plaats op de ascensiestoel weer, opnieuw. Dat hebben we de laatste inwijding ook gedaan. Dan nemen we echt plaats op die ascensiestoel en dan opent Isis de vortex. En dan krijgen wij van die vortex echt hele krachtige energie die geaard wordt in ons energetisch veld. Zodat we gaan ascenderen, zodat we naar een hoger niveau van bewustzijn gaan. Van wie wij zijn. En Horus staat ons ook bij. En Horus zegt, jouw gedachten zijn magnetisch en krachtig. Horus is de zoon van Isis. We hebben de hele familie bij elkaar, wat gezellig. Is de zoon van Isis en Horus, van het oog van Horus. Dat is hier zo, hier. Die heb ik ook al ooit laten tatoeëren hier, maar die zit verstopt in mijn oog. Hier zo, in mijn roos, hieronder. En dat teken beschermt jou. Dus Horus is ook bij ons aanwezig om ons te beschermen. En wat ik de laatste tijd heel erg heb gevoeld, is dat de tweelingzielen niet lekker in hun vel zitten. Een deel van de tweelingzielen, waaronder de Divine Masculines ook, waardoor ze steeds die bescherming zoeken bij een ander. Omdat die bescherming mist bij henzelf. He, waardoor ze steeds die kracht zoeken bij een ander. Ik weet niet wat ik aan moet met mijn leven, dus ik ga me maar helemaal storten op vriendschap, he, of noem maar op. Omdat ik gewoon zelf niet lekker in mijn vel zit. Omdat ik niet mezelf niet helemaal happy voel met hoe mijn leven nu is. He, dat geldt net zo goed voor mij, want ik heel ook gewoon mee met jullie. He, je kunt lid worden van de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. En in die groep deel ik altijd open mijn eigen reis, he, via mijn blogs op www.hetdagboekvanensjamaan.nl. En in die Tweelingzielen Tarot Facebookgroep geef ik ook live uitzendingen. Dus de eerste live uitzending is weer op 21 januari tijdens de nieuwe maan. En daarin kun je ook je vragen aan mij stellen. Dus dan kun je dus je persoonlijke vragen ook stellen. Niet vragen als, is diegene mijn tweelingziel? Want dat zijn vragen waar je zelf achter dient te komen. Hè, door middel van dat je hart meer opent. En daar zorgen dus de shamanistische reizen voor. Nou, en dus ook het Medisch Hemel jaarprogramma. De aanmelding daarvan opent zich op 2 februari. En dan gaan we weer met een mooie groep met vrouwen. Gaan we echt ons innerlijke kind helen. Gaan we echt die verbinding met onze tweelingziel weer terugvinden. En wat zorgt daar dus voor wanneer jij die verbinding met jouw eigen tweelingziel terugvindt, dan verbetert jouw communicatie met jouw tweelingziel in je buitenwereld. He, dan zul je echt gewoon in je buitenwereld resultaten daarvan gaan zien. Want er vindt steeds iedere shamanistische reis waaraan je meedoet, vindt Tupai plaats. En Tupai is een hele krachtige energietransmissie. Van het derde oog naar het derde oog. Daar is dus de lapis voor. Eigenlijk moet ik hem zo doen. Zo erbij. Nee, dat is heel raar. En dat is zo'n beetje zo'n alien zo. E.T. Voel. Lapis lazuli helpt dus echt om dit meer te openen. De indigo blauw bij het derde oog. Maar die energietransmissie Tupai, die vindt dus ook plaats van derde oog naar derde oog. En van hart naar hart. Dus dat betekent dat het hart van jouw tweelingziel meer open gaat richting jou. Omdat jullie harttransmissie laten plaatsvinden. Dat weet jouw tweelingziel niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Want de spirit van jouw tweelingziel reist met ons mee.
En op spiritueel niveau versterken jullie daarom de verbinding met elkaar. En dat uit zich op aards niveau. En dat kost natuurlijk tijd. Dat zal niet direct zo zijn. Maar soms, hè, dat zijn ook de ervaringen van tweelingzielen in de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. Bij sommigen uit het zich wel direct. Bij sommigen is het zelfs zo dat ze net een shamanistische reis ondergaan. Hè, dat heeft iemand mij een keer toegestuurd. Supermooi. Net die shamanistische reis ondergaan. Net klaar zijn met die reis. Hun telefoon pakken. Hè, want je speelt die audio bijvoorbeeld af op je telefoon. Hun telefoon pakken en er precies op dat moment een bericht van hun tweelingziel is. Terwijl ze maanden geen contact hebben gehad met hun tweelingziel. Kijk, dat soort effect kan een shamanistische reis, kan een energietransmissie dus op jou hebben. Omdat die energietransmissie jouw energetisch veld verandert. En wat Horus dan dus zegt is, hè, de gedachten die daarin mee veranderen, jouw overtuigingen die daarin mee veranderen, die trekken de ander aan in jouw wereld. Energetisch. Dus daarvoor hoef je niet van alles te roepen en te doen en de ander achterna te zitten. Je doet dat met je energie. Dus wanneer jij naar een bepaald level shift, hè, dan voelt de ander zich meer aangetrokken tot jou. En dan gaat de ander dus ook meer vanuit het hart naar jou communiceren. Nou, we gaan nu even de heilige ruimte openen. Dat ik eigenlijk al direct moeten doen, hè, maar ja. Als je zo in paniek zit omdat je gewoon niet kunt ademen. Oh, we hadden al de salie gedaan, dat klopt. Ja, we hadden hem al geopend. Zijn we met hem aanzelen? Alleen even de apus aanroepen, dat hebben we nog niet gedaan. En de Heilige Bergspirits van Peru, dat is waarmee ik me verbind. En van wie wij heel veel van de heldere boodschappen doorkrijgen. En ook van Jezus en Maria. Hè? Die zijn als tweelingzielenpaar heel sterk bij ons aanwezig. Je mag eventueel je ogen sluiten als je het wil. Hoeft niet, mag. Ave Maria, Purissima. Ai, 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 ai. Dat hoor je me ook vaak doen op de shamanistische reizen. Dat, hè, helpt echt de energie te eleveren. Dus dat versterkt echt het bewustzijn. En dat zorgt voor een hogere trilling van energie in de ruimte waarin wij ons dan bevinden energetisch. Ik ga alleen nog eventjes mijn fluit erbij pakken. Mijn netenvloed. Zo. Je moet vooral lekker jezelf zijn, hè? Misschien is dit ook wel voor jou. He, misschien wil jij ook wel een native vloed. Dit is de Soundscape. Die heb ik online besteld met de noot A. Soundscape noot A. En de noot A is ervoor om echt je derde oog meer te openen. Dus dat gaan we eerst even doen voordat we de kaarten erbij gaan roepen. En dit is dus samenwerking. Hè? Ik spreek heel vaak over samenwerken. Samenwerken met je tweelingziel. Dit is samenwerken met mijn tweelingziel. Samenwerken met de spiritwereld. He, ik roep de spiritwereld aan om mij te helpen van boodschappen te voorzien. Kwabbel ligt zo heerlijk met de ogen dicht, die hondje. Wat een lekker hommel even. Nu straks niet meer, want die fluit, dat gaat er echt... Zo, dit helpt heel erg echt om je, hè, afhankelijk van de toonhoogte, de F is bijvoorbeeld voor je hart meer te openen. Dus wanneer je dan deze frequentie gebruikt, dan opent je hart meer. Dus wij gaan ons echt met de Isis-frequentie verbinden. Hè, dat komt dus uit de vortex op 21 januari, komt echt de Isis-energie naar de aarde toe, naar ons toe. Om ons te helpen om echt het otterseizoen, de reinigingstijd, waar mag jij je nou dus van reinigen?
Dat is wat ascensie bij je teweeg brengt. Waar mag jij je van reinigen, zodat je meer ruimte overhoudt voor jezelf? En wanneer je dus continu aan het rennen bent voor andere personen en continu het idee hebt van ja, ik moet het zo doen of ik moet het zo doen om geliefd te zijn, dan blijf je natuurlijk echt achter de feiten aanrennen. En dan blijf je energie verliezen, dan blijf je geven, dan blijf je meer geven en meer geven. Maar dus ook steeds meer aan energie verliezen. En ik schreef laatst een liefdesbrief in de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. Die kun je ook op Instagram bij mij volgen. En dan schrijf ik hoe de Divine Masculine zich voelt en denkt. En ook de Divine Feminine. En toen schreef ik dus echt dat hij heel zwaar momenteel zit. Stoot zo mijn kroon eraf. Heel zwaar zit. Het is echt een verbinding met Maria Magdalena. Hè? Echt de rode rozen. Dat de Divine Masculine heel zwaar zit. Heel zware energie heeft. En maar doorgaat met diezelfde cyclus. En maar, weet je, het is veel. En geleefd worden door de buitenwereld. Veel stress. En het grappige ervan was dat ik zelfs van Tisha Boy J, die volg ik, ik vind het zo'n fantastische man. Ik lees niet alles wat hij doet, want sommige dingen denk ik ook, oké, okay, verbind je energie niet daaraan, te veel negativiteit. Maar zelfs hij postte dus, publiekelijk, vond ik zo goed, van ik zit er helemaal doorheen, ik weet het gewoon niet meer. Ik zit er helemaal doorheen. Ik besteed alleen maar mijn energie aan anderen en ik ben alleen maar bezig met anderen en niet met mezelf. He, waarom zet ik mezelf niet op nummer 1? En dat is wat hij dus naar voren bracht. En dat is echt de nieuwe maan in het otterseizoen. Nou, met het Medicijn Wil Jaarprogramma. Het Medicijn Wil leert jou dus dat de cyclus zich ieder jaar herhaalt. Dus ieder jaar hebben we weer een 2-2. een 2 februari. Ieder jaar hebben we weer een otterseizoen. En dat betekent dat je ieder jaar een laag dieper gaat in de verbinding met jezelf. Dus ieder jaar groeit daarin ook de relatie met je tweelingziel mee. He, dus dat wil niet zeggen dat je meedoet aan het programma en dan direct ben je in eenheid met je tweelingziel. Dat heeft helemaal ermee te maken met het level en het niveau waarop jij heelt. En dus verhuizingen hebben ook te maken met het level en het niveau waarop jij zit qua heling. En of jouw energetisch veld toe is aan een volgende stap. Nou, wat het mij in ieder geval vertelt, is dat hij echt gewoon tak, tak, tak weg gaat choppen in zijn leven. En best wel op een pittige manier. Dus best wel op een beetje tak, oké, doorgesneden, klaar nu in mijn leven. En ik heb dat dus ook gedaan met die vrienden van mij. Ik heb echt gewoon mijn gevoelens geuit en gezegd van ik voelde me totaal niet gerespecteerd in het laatste gesprek wat wij hebben gehad. Ik zou gewoon zo graag willen dat de volgende keer dat we een gesprek hebben, dat je me gewoon kunt respecteren. Hè? Nou, uiteindelijk, we zijn dus ook bij mij aangegeven, of die ene vriend van mij, die heeft dus tegen mij gezegd van, ik heb hier gewoon geen ruimte voor. Nou, dat respecteer ik. Maar dan is het ook klaar. Hè? Dan is het iets wat je mag loslaten. Hè? Dan is het iets wat gewoon niet past op dit moment. En misschien gewoon helemaal niet meer past. En dan mag je het loslaten. En dat is dus wat in het otterseizoen echt gaat gebeuren. In het otterseizoen. Dus dat betekent die nieuwe maan in het otterseizoen. Het otterseizoen loopt dus in de fase van de waterman. Ik ben zelf ook een waterman. Ik ben zelf ook een ottermens. 11 februari ben ik jarig. Stuur mij vooral allemaal cadeaus op. Ik zal even mijn postbusadres even hieronder onder plaatsen. Mocht je nog wat... Nee, dat is een grapje. Vind je het wel leuk? Stuur me vooral een kaartje. Vind ik hartstikke leuk. Ga het wel gewoon doen. Vind ik leuk. Dus het duurt wel even, onderweg. Duurt zo naar de Canarische eilanden. Dus dat zegt, je mag er ook best geld in stoppen in een envelop. Vind ik ook helemaal niet erg. Jullie kennen me nu wel. Ja. Dus die zegt echt, dat is ook de boer hier. De boer, die zegt echt, ik ben de main person. Wat heb ik nou nodig voor mezelf? Ik weet nog goed dat ik een keer echt... Ik was heel druk aan het werk met mijn project. En toen sprak ik een coach. Ik werkte toen bij de Kamer van Koophandel. En toen sprak ik een coach. En die zei tegen mij, wat wil jij voor jezelf? En toen zei ik, wat wil jij? En toen zei ik, ik wil heel graag dat mijn project tot een mooi einde komt. Toen zegt hij, nee, dat vroeg ik niet. Zeg je wel, je vroeg wat ik wil. Zei hij, nee, wat ik bedoel is, wat wil jij voor jouzelf? Marcel heette die coach, weet ik nog heel goed. Het was de eerste keer dat iemand dat aan mij vroeg. Wat wil jij voor jezelf? Toen dacht ik bij mezelf, wat wil ik voor mezelf? Wat wil ik nou voor mezelf? En toen zei ik,
ik zou graag een reisje willen maken. Ik wil graag Spaans studeren. Zegt hij, waarom ga je dat dan niet doen? Toen dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik gegaan. En het is echt de mooiste tijd van mijn leven geweest. De mooiste 2 maanden heb ik het gestudeerd in Valencia en in Madrid. Mooiste tijd van mijn leven geweest. Ik heb zoveel geleerd over mezelf. Ik ben zoveel mooie mensen tegengekomen. Ik heb mijn Spaans geleerd en verbeterd. Toen kom je dus in een klas terecht en dan spreekt dus... Het wordt niet rustig aan met je gedaan. Dat begint dus met hola. Tu nombre? Tu nombre es? Dus ik dacht, ik heb geen blauw idee wat je me vraagt. Avalon? Mi nombre es Avalon. Soy Avalon. Ik ben Avalon. Nou, en zo gaat dat dus. En zo ga je steeds meer leren. Dus misschien heb je het in je hoofd. Doen, het is zo leuk. Het is zo leuk. Nou ja, hè, laat ik het zo zeggen. Het otterseizoen zegt echt tegen ons... Reinig jezelf dus hè, van wat niet langer bij je past. Zodat je in de lente kunt worden wedergeboren. En misschien wil jij je dan dus wel inschrijven voor het medicijn jaarprogramma. Zodat je in de lente kunt worden wedergeboren. Hè, en dus met die groep met vrouwen je helingsproces kunt gaan starten. Je hoeft het niet alleen te doen. In de tweelingliteratuur Facebookgroep zitten ook zoveel vrouwen met wie je kunt connecten. Zit vol met ladies. Het is ook een groep voor alleen maar vrouwen. Nou, even naar de kaarten nou, hoor, naar de boodschappen. Dus wat dit ons vertelt, hè, een man met een hoge hoed die zegt... Oh, met een doodskop ook in zijn hand. Die zegt, ja, het is klaar. Het is echt klaar. Klaar met dat gegoochel de hele tijd maar. Klaar met dat maar doorgaan met die karmische patronen. Ik ga echt kappen. Nou ja, letterlijk gewoon kappen daarmee. En dat betekent dat hij meer thuis gaat komen bij zichzelf. Hè? Meer thuis komen, dat anker... betekent dat hij toch meer gaat voelen binnenin zichzelf van wat is het nou dat ik nodig heb? Wat wil ik nou voor mij? Voor mij als persoon, voor mij, zet je zorgen maar opzij. Dat is een beetje Jafar. Dat doet me een beetje aan denken van alle dingen. Nee, wat op de grond. Chaos is wel welkom hè, bij mij, ja. Dus dat anker gaat echt meer worden gevonden. Nou, misschien is dat ook wel een boottrip. Kan ook, hartstikke leuk. Dat anker gaat meer worden gevonden. En dat betekent dat wanneer hij dat anker meer vindt binnenin zichzelf, dan voelt hij zich veiliger om bepaalde stappen te nemen. Dan voelt hij zich meer vertrouwd om bepaalde stappen te nemen. Dan voelt hij zich meer zeker van zichzelf om meer stappen richting jou te nemen. En ook qua communicatie. Hè? Want daar staat de Lora Ara voor, de blauwe. Dat is trouwens het, een van de totemdieren van de Quero-shamanen. Daarom draag ik deze ook altijd. En die zegt dus van ja, communiceer met jezelf. En dat is wat de Divine Masculine mag doen. Is die moe? Wees dan moe. Hè? Maar zie ook in wanneer je jezelf heel erg aan het afsluiten bent van de wereld. He, en wanneer je niet voldoende de tijd en de ruimte neemt voor jezelf om echt leuke dingen te doen met je life. Life, oh life, oh life, oh life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in the park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. Zie je, zelfs Desiree was een beetje bang in het park als er niemand daar was en het is donker, weet je. Dat is hartstikke normaal als je dat hebt. Spiritual Path vertelt ons dus, hij gaat meer aandacht besteden aan zijn spirituele pad. Dat betekent dus dat het kan zijn dat jouw tweelingziel nog best wel veel meegaat. Wow, relationship will go to the next level. Dat jouw tweelingziel nog best wel veel meegaat in hè, geleefd worden in de buitenwereld. Maar dus ook hele aardse zaken. Wat er dan gebeurt, is dat jij dan je spirituele pad verliest. Hè, je verliest dan die connectie met je spirit. Je verliest dan de connectie met bijvoorbeeld het leggen van kaarten. Omdat er dan weer iets tussendoor komt, hè, wat je aandacht vraagt. Hè, waar je je zorgen over maakt. Zodat je geen ruimte voelt om eens een legging te doen bijvoorbeeld. De tweeling zullen er op Facebookgroep zit echt vol met alleen maar kaartleggingen. Nou, je spirituele pad... He, vertelt ons dus echt, ja, je mag die stap nemen om echt jezelf, je leven zo in te richten dat je hier meer ruimte voor maakt, he, met het getal 5. En wat mij dat ook vertelt, is dat die feeling of overwhelm, he, dat die daar dus uit gaat komen, dat het otterseizoen daarin een reiniging gaat laten plaatsvinden.
En die feeling overwhelmed, hè, zegt ook closure, heeft dus heel erg te maken ook met contract matters, is echt die familiekarma en ook depressieve gevoelens. Nou, waar komt dat nou allemaal vandaan? Een gebrek aan zelfliefde. Dus wat gaat de Divine Masculine doen in dat otterseizoen? Die gaat dus echt zeggen, ja, weet je, ik heb meer tijd en ruimte voor mezelf nodig. Waar ga ik nou voor? Wat is het nou wat ik leuk vind om te doen? Deze kaarten hangen samen met elkaar. En die zegt, ja, eigenlijk zie ik wel bij mijn Divine Feminine een opening om die relatie naar een hoger level te laten gaan. En naar een hoger level van bewustzijn van de verbinding met jou als tweelingziel. Dat hoeft niet per se zo te zijn als tweelingziel. Maar wel een bewustere verbinding met jou. He, dat kan zijn dat hij dus meer mindful aanwezig gaat zijn in communicatie met jou. Wat vaker de moeite doet om contact met jou te leggen. Maar vooral ook dat hij mogelijk over zijn spirituele pad met jou wil gaan praten. En het kan dus zijn dat hij ideeën met jou wil gaan delen. Kan dus zijn dat er meer hartopening richting jou plaatsvindt. Want ook dat is, he, dat spirituele pad is echt de hereniging met zijn tweelingziel. Nou, wat is daar dus wel voor nodig om de relatie naar een hoger level te gaan? Want je kan niet, wanneer je die relatie niet naar een hoger level laat gaan, hè, dan kun je niet op een hoger niveau van verbinding komen met elkaar. Maar dit heeft dus helemaal ermee te maken, hè, met dus echt, ik zet mezelf op nummer 1. Dus die relatie met hemzelf mag naar een hoger niveau gaan. Waardoor de relatie met zijn feminine, met zijn divine feminine naar een hoger niveau gaat. Nou, he, dit zijn bepaalde dingen, he, hoe tweelingzielen dus in elkaar zitten, de verhouding onderling. En dat leer je van mij allemaal met de tweelingzielen masterclasses. Nu denk je, hoe kan ik daarin meedoen? Nou, die zijn onderdeel van het Medicinaal Jaarprogramma. Dus iedere nieuwe maan, iedere volle maan en ook iedere totemdierseizoen krijg je van mij een nieuwe video in het programma. Waarin je dus meer leert over de tweelingzielenreis. En dus ook, wie ben ik? Hoe werkt dat nou? Mijn Divine Feminine energie en mijn Divine Masculine energie. En hoe activeer ik dat nou? En hoe zit dat in verhouding met elkaar? En hoe werkt dat nou met mijn intuïtie? He, dat zijn allemaal diepere onderwerpen waar ik over praat in die masterclasses. Het kan zijn dat hij zich, dat hij flarden heeft, dat hij zich eenzaam echt voelt. Maar ook eenzaam in de zin van, ik mis een partner aan mijn zijde. Ik mis een gelijkwaardige partner aan mijn zijde. Dat is iets anders. Want hij kan een karmische relatie aangegaan zijn. Maar dat betekent toch niet dat hij daarin zijn gelijke vindt. Dus je kan je in een relatie kan je je heel erg eenzaam voelen. Omdat je gewoon niet op dieper niveau die verbinding met iemand kunt maken. Dus het vertelt mij, he, dat getal 5 dat hierin ook een omslag gaat plaatsvinden. Dus hij gaat meer waarde hechten aan zijn relaties. Maar aan de juiste relaties. En daarvoor moet je dus, hè, met de skith, moet je dus die relaties los laten gaan die dus niet bij je passen. Hè? Die er dus voor zorgen dat jij meer naar beneden wordt getrokken. Hè? Die er dus voor zorgen dat jij niet lekker in je vel zit. Dat jij niet leuk weggaat wanneer je op bezoek bent geweest bij een vriend of vriendin. Want dat is gewoon, hè, dat is zo belangrijk, dat je van iemand positieve energie krijgt. En dat hoeft niet altijd te zijn. En je mag ook je lief en leed met iemand delen. Hè, en elkaar steunen op je reis. Maar als iemand je alleen maar afkraakt en iemand je alleen maar naar beneden haalt, ook wanneer het je tweelingziel is, dan moet je dat koord doorknippen. Dan zijn jullie er nog niet klaar voor. Hè, dan laat je je alleen maar naar beneden halen. En dan moet je je misschien ook afvragen of het wel je tweelingziel is, hè? Al kunnen tweelingzielen natuurlijk ook dit soort patronen over en weer met elkaar hebben. Maar alsnog. Beer vertelt ons dat het dus heel belangrijk is om ook je time-out momenten te nemen. Hè, Beer is echt het archetype van de goede moeder in ons. En die time-out momenten is dus echt heel erg belangrijk om, hè, de Sacred Cycles Oracle. Prachtig oracle is dit. Om je sacred cycles, hè, te waarborgen. En dat leer je dus ook met het Medicinaal Jaarprogramma. Hè? Mee te gaan helen met al die maandcycli. Zodat je dus weer in lijn wordt gebracht met je ware zelf. Hè? Want de ongesteldheid van vrouwen loopt ook wel gelijk aan de 13 nieuwe maancycli. En dat is dus wat we doen. Echt 13 nieuwe maanden helen we mee onze shamanistische dood en wedergeboorte met de natuur, met het medicijnwiel. Passion flower, heel mooi. Kijk, je ziet hier, dat zij tovert hier zelf een regenboog. Dus je ziet hier, dat is wat deze kaart ons vertelt.
He, dat wanneer jij jouw heiligdom respecteert. Jouw heiligdom, dat ben jij. He, ook als vrouw zijnde, maar ook voor hem als divine masculine. Wanneer jij dat respecteert, dan gaat je bloem kunnen bloeien. En dan gaat die passie weer kunnen bloeien voor jou. He, dan ga jij dus je realiseren. Ja, dit is wie ik ben. He, en dit is wat ik wil. En de Mexican sunflower vertelt ons... De sunflower... Neem je tijd, Wap. Wap. Vertelt ons... Ja, er mag een transformatie plaatsvinden. He, de vlinder die we hier op de kaart zien. Er mag een transformatie plaatsvinden van meer positievere energie die hij binnenhaalt en toelaat in zijn leven. En dat kan dus ook zo zijn dat hij echt meer ruimte en tijd... Nou, niet kan zo zijn, dat is zo. Dat hij meer ruimte en tijd voor zichzelf nodig heeft. Likes you romantically is rustig aan bij hem. Nou, poging 3 inmiddels, want de batterij was leeg. Likes you romantically kwam omhoog. En likes you romantically zegt echt ja. He, wanneer hij beter in zijn vel zit, wanneer hij meer terugkomt bij zichzelf, he, bij zijn eigen gevoelens, wat voor hem belangrijk is, wat zijn nou zijn passies, he, persoonlijke passies als individu. En niet zozeer, ja, mijn passie is massages geven, he, maar je passie is, wat is nou een passie voor jouzelf? Oké, dat kan ook massage geven zijn, maar... Het gaat erom, waar gaat jouw hart een sprongetje van maken? Nou, dat, je passie kan misschien zijn surfen. He, dat vind ik bijvoorbeeld heel erg leuk om te doen. Je passie kan bijvoorbeeld zijn fietsen. He, dat je het heerlijk vindt om gewoon lekker lange tochten met de fiets te maken. Dat zijn passies die mogen herleven. En wanneer je voor jezelf gaat erkennen, he, dat gaat de Divine Masculine dus in dat otterseizoen doen van ja, ik ben meer dan alleen maar... een fysiek lichaam hier op aarde. Ik ben een spirit. En dat betekent dat ik uit energie besta. En de energie die ik toevoeg mij kan beïnvloeden. Maar de energie die ik weggeef mij ook kan beïnvloeden waar ik dat aan weggeef. Want we nemen soms ook onnodig problemen op ons hals. Die ons niet happy maken. Wat ervoor zorgt dat we alleen maar zwaarder worden. Dus likes you romantically zegt ja... He, dit gaat een omslag worden in jullie tweelingzielenrelatie wanneer... spannend wanneer, misschien moet ik het open laten. Wanneer jullie op een dieper level in verbinding met jullie zelf raken. Nou, we gaan... en dat begint al wel, hoor ik heel sterk en voel ik, met een stukje communicatie. Dus het begint al wel met het stukje communicatie... om meer op romantisch vlak met elkaar te gaan communiceren. Dus toch wat meer flirterig. He, en toch ook wat vaker vanuit zijn kant en wat meer vanuit dat open hart. En helemaal als je meedoet aan de shamanistische reizen, dan kun je daarin een versnelling zien mogelijk bij jou. maar dit is echt iets wat meer mag gaan openbreken tussen de tweelingzielen. Nou, even nog als mededeling ook. Ik krijg vaak de vraag van doe je 1-op-1 sessies, maar dat doe ik niet meer. Ik deed vroeger Akasha Chronieken sessies. Dat is een hele krachtige database, de database van de ziel. Waarin jij dus ook je zielscontracten kunt lezen en allemaal andere afspraken die je hebt gemaakt. Ook tussen jou en je tweelingziel. Ik doe dat zelf niet, maar mijn collega shamaan Angie Wolf doet dat wel. Angie Lalua Wolf, die vind je ook terug in de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. He, dus zeg je nou, ik heb heel erg behoefte om op persoonlijk vlak echt een reading te krijgen van waar ben ik nou persoonlijk? En of je wil bijvoorbeeld weten, is deze energie van mijn tweelingziel? Of nou, wat voor vraag je dan ook maar hebt, dan neem dan contact met Angie op. Dan kun je met haar een 1-op-1 reading boeken. En de Akasha Chronieken maken je energie wat ook heel krachtig en heel erg schoon. En als jij zegt van oké, ik wil voor langere tijd wil ik iets doen. En doe dan vooral mee met het medicijnwiel jaarprogramma. Volg de shamanistische reizen die ik geef. Ik werk echt alleen nog maar voor groepen. Op groepsniveau. En aan die reizen doen iedere keer 55 vrouwen mee zo'n beetje. Tussen de 40 en de 60 vrouwen. En dat is alleen nog maar meer aan het groeien. Omdat er steeds meer tweelingzielen aan het ontwaken zijn. Dus... probeer het voor jezelf gewoon een keer. Hieronder vind je alle links. En in de live uitzending op 21 januari vertel ik ook nog meer over wat die Isis-energie nou heel specifiek tussen de tweelingzielen teweeg kan gaan brengen.
En ook hè, de kracht van bescherming. Wanneer wij ons dus meer beschermd voelen. Dus in de live uitzendingen krijg je ook altijd een kleine masterclass van mij. Van wat zorgt er dan voor? Welke stappen gaan we dan nemen? Hè, waar zijn we dan op ons pad? En dan gaan we dus veel meer onze spirit integreren hier op aarde. En het leven creëren zoals wij dat willen. Zoals wij dat diep van binnen voelen. En dat kan dus ook kunnen verhuizingen zijn. Hè? Dat kan zijn dat jouw tweelingziel ineens op vakantie gaat. Of vaker op vakantie gaat. Of op een sport gaat. Of hè, jou opbelt en echt zoiets heeft van... Nou weet je, eigenlijk vind ik het leuk deze samenwerking met jou. En zou ik hier wel meer verdieping in aan willen brengen? En dat kan zomaar ineens uit het niets kan het ontstaan. Zelfs wanneer jullie bijvoorbeeld elkaar jaren niet gesproken hebben... maar jij wel hebt gewerkt aan jullie spirituele verbinding... He, onder andere door de shamanistische reizen. Kan het bijvoorbeeld ineens zijn dat dat opent. En dat de ander jou ineens belt uit het niets. Even kijken, wat willen we nog meer? Ja. Oh ja, Maestro Boeddha zegt. dat het belangrijk is om te mediteren voor de tweelingzielen. Dus he, doe jij dat nog niet. Probeer dan voor jezelf he, dat een beetje uit. Begin met 5 minuten. En dat kan met allemaal. Of misschien met 2 minuten. Als je maar... een stapje neemt hè, in het rustig aan, thuis bij jezelf komen, je energie terughalen naar jezelf. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je dat oefent, hoe beter je dat afgaat in het dagelijkse leven. En hoe gemakkelijker je dan zou kunnen zeggen, hey, oké, dit is niet voor mij en dat is van jou. Wauw, nog eventjes deze. Nou, het houdt niet op met die kaarten. Huppatee. Nou, oké, doe ze allemaal dan maar. Goed. Dus, oh god. Oh, sorry, alles viel. Dat is echt zoiets voor mij. Ik heb echt zo'n ADD hoofd. En dan gaat dat zo, en dan knal ik alles om. Jullie zouden moeten zien ook echt, zijn bende. Het is voor de langere termijn. Dus heb geen haast met jullie relatie. Die samenwerking tussen jullie gaat een succes worden. Jullie gaan echt een committed koppel worden samen. Maar daarvoor is het wel nodig om echt hè, die wonden bij jezelf te helen. Dat kan leiden tot home changes. Het kan zelfs leiden tot samenwonen voor jou. You will get back together. Maar houd echt die gedachte positief. 77. We vinden ons in 2023 is het jaar met een 7-trilling. Dat betekent dat wij zijn degene die creëren. Wij trekken onze tweelingziel aan of we stoten hem af. Hè? Wanneer wij alleen maar in angst leven, dan gebeurt er niks. Dan komt er geen magie naar de aarde. En dan kom je niet in een harmonieuze omgeving terecht. Dus het is voor jou heel erg belangrijk om je gedachten positief te houden. En te weten dat alles mogelijk is voor jou, zolang jij erin blijft geloven. En met bepaalde grenzen die jij hebt als fysiek mens. Nou, omarm jezelf maar even lekker. Malachietje. Mooie edelsteen die verbindt zo'n aartsengel Raphaël. Zo. Heb jezelf lief. Ik sluit hier bij de heilige ruimte. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Naar mijn soms iets wat chaotische gepraat. En gelukkig heb ik het overleefd. En heb ik niet gereanimeerd hoeven worden. Het scheelt ook weer. Ik vraag me dan wel eens af wat Guapa zou doen, weet je wel. Als ik dan op de grond zou vallen en... Of Guapa dan echt zou denken van... ik heb namelijk ook wel zo'n hond die af en toe zo is van... doet hij raar. Laat maar. Nee, ik denk wel dat honden dat instinctief heel goed aanvoelen. Weet je, dat ze denken, oh, er is iets mis, of zo. Dat denk ik wel. En dat ze dan gaan blaffen en... nou ja, laten we het hopen. Love you, lieverd. Alle links hieronder, ook naar het medisch jaarprogramma. Doei!